Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik weer slijm proberen te maken. Ik ga dat proberen met deze glitterlijm hier. Dat is groene die ik hier heb. Ik heb roze en geel en ik heb hier wat wasverzachter staan. Dat ga ik mengen en kijken of ik daar slijm van kan maken. Als eerste neem ik de lijm in alle drie de kleuren en die ga ik mengen in dit bakje. Daarvoor heb ik een ijslollystokje hier, daarmee ga ik het roeren. Maar nu eerst eventjes alle lijm in het bakje doen. Zoals je ziet zit er ontzettend veel glitter in en ik ben benieuwd hoe dat uiteindelijk als slijm eruit gaat zien. Dan nog geel erbij als het los wil laten. Het is best wel vaste lijm. Niet zo vloeibaar als ik gedacht had. Misschien komt het omdat er veel glitter in zit. Ik ga hem nu eerst eens door elkaar roeren. Het is wel heel glibberig. Hij wordt oranje zoals je kunt zien als je deze drie kleuren door elkaar mengt. En dan ga ik lepel voor lepel wasverzachter aan toevoegen totdat hij precies zo slijmerig is als ik hem hebben wil. Het mengt niet echt goed, zoals ik nu al merk. Ik krijg allemaal deze stukjes die gewoon nog in wasverzachter zitten, maar ik hoop dat dat nog beter wordt. De lijm kleeft in ieder geval niet meer. Ik ga nu proberen met mijn hand zo wat slijm eruit te halen, eruit te zeven. Kijken of ik dan echt wat slijm heb waar ik wat mee kan. Ik heb zoveel mogelijk opgevangen, er is ook wat in het wasverzachter terechtgekomen, maar dat was gelukkig niet al te veel. En dan heb ik dit hoopje. Ik probeer het samen te laten kleven. Ik probeer er een bol van te maken. Maar zoals je ziet, het valt uit alle kanten. Aan alle kanten uit elkaar. Het is echt heel vaag spul wat ik hier nu in mijn handen heb. Het blijft ook nat en ik denk niet dat dit hem gaat worden. Nee. Het blijft een beetje korrelig. Het blijft aan je handen plakken. Het blijft niet aan elkaar plakken. Dus ja, het gaat absoluut niet om slijm te maken met lijm en wasverzachter. Dus ik denk dat we dit een fail kunnen noemen. En helaas, jammer van de lijm en wasverzachter. Misschien heb jij een slijmrecept met lijm dat wel weer werkt. Dat hoor ik natuurlijk graag. Laat het dan achter in de reacties. En als je deze fail video leuk vond, geef hem dan een duim omhoog. Dat zie ik natuurlijk graag zelfs. Als ik een veel video heb gemaakt. En abonneer je op dit kanaal. Dan zie ik je in de volgende video weer. Hopelijk tot dan. En dag.